Ja, omdat de itemshop van vandaag echt super groot is, dacht ik, we beginnen daar direct eventjes mee. Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Smash natuurlijk eventjes op dat blauwe duimpje omhoog, daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En ja, de itemshop is echt mega met super veel wraps, verschillende skins, super dik om te zien. Rechts onderin kun je natuurlijk de code het veelvaart invullen. Wie dat ook heeft gedaan, is nader. Ik heb jullie code gebruikt in de itemshop. Hopelijk kom ik in jullie ochtendvideo. Jullie zijn bazen 2 jaar later. Ja, hey, nader, het is inderdaad eventjes geleden dat je onze code heb gebruikt, maar een dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. En we gaan denk ik direct starten. Ik vandaag niet al te veel eigenlijk. Maar goed, soms heb je van die dagen. Nog wel eventjes een dikke shout-out naar Knoflookfanaat voor het maken van de gameplay. Ja, we beginnen natuurlijk vandaag eventjes met... Nee, niet hoe ver we zijn in dit seizoen, maar met iets anders. Namelijk weer eventjes met de itemshop. Namelijk, ik wil eventjes aankaarten dat sinds gisteren inderdaad de Black Ice Legends bundle in de game is gekomen. En wat betekent dat? Nou, dan krijg je 3 skins, 3 backblinks, 3 pickaxes en een glider als je deze bundle haalt. En ik moet zeggen, hij ziet er niet verkeerd uit. Dus dat kun je natuurlijk overwegen met onze code. Kan ook iemand anders zijn code zijn, maar je kunt in ieder geval iemand supporten als je dat zou willen. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan nu natuurlijk wel eventjes kijken hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten wij op 16,5%. Wat betekent dat we nog 89 dagen moeten volhouden in dit seizoen. Ja, het is niet anders. We gaan gelijk door. Ja, jullie weten het. Epic Games is natuurlijk op vakantie gegaan en er zijn opeens zoveel problemen. Ik weet niet hoe het kan, maar gisteren ook weer. Namelijk heel erg veel problemen met de servers. En ze hebben dat probleem gelukkig wel weer opgelost, maar het is toch wel een dingetje. Ik hoop dat ze het heel erg snel gaan oplossen, want ik weet ook dat Epic Games pas op 3 januari volgens mij terugkomt. Dus ja, als we nu nog ongeveer 10 dagen lang met problemen zitten, zou wel heel vervelend zijn. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over de nieuwe samenwerking. Namelijk Fortnite X Star Wars, oftewel Boba Fett. Namelijk deze komt er over 2 dagen in. Er staat 24, maar in Nederland is dat eigenlijk 25. Namelijk om 1 uur 's nachts komt hij erin. Dus ja, zeker weten tof. We hebben al een plaatje van de skin. Ja, in principe wisten we natuurlijk al dat deze er zo uit ging zien. Want ja, het is gewoon Boba Fett. Iedereen weet hoe Boba Fett eruit ziet. Maar in ieder geval wel zeker te dik. En ja, dit komt in de itemshop. Ik weet niet voor hoe duur. Het zou natuurlijk kunnen dat dit best wel een prijzige skin gaat worden. Ik verwacht van wel. Maar goed, we gaan het allemaal zien. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over de snow melting stages. Namelijk, Hypex heeft een kaartje gemaakt met 9 melting stages. Want dat zijn ze ook, zeg maar. En we zien iets interessants. Namelijk, we zien bijvoorbeeld dat op week 6 dat we dan Tilted Towers gaan krijgen. Jawel. En dat zal dus ongeveer in week 6 ook zijn. Dus zeker weet het tof. Dus de melting begint op 7 januari. Ook wel een interessante info. En dan gaat het gebeuren. Namelijk, elke week krijgen we gewoon een nieuwe... Ja, nieuwe map. Nou, ja, niet helemaal een nieuwe map, maar het is toch wel een behoorlijk verschil hoor, moet ik zeggen. Ze halen er constant echt een groot stuk sneeuw vanaf, dus je gaat al echt wel duidelijk verschil zien. We gaan door naar het volgende topic. Ja, wat ook aan het smelten is, is Peely in the cabin. Jawel, namelijk die zit natuurlijk in een ijsblok die langzamerhand smelt. En op de 28e zal die waarschijnlijk unlockable zijn. Dus ja, dan kun je hem dus gewoon gaan gebruiken, super dik. En ja, ik dacht wel eventjes grappig om te melden. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit is ook alweer het laatste topic. En dit gaat eventjes over de challenge waarmee je moet vliegen met kippen. Ja, dit is een kaartje namelijk met ja, alle locaties van kippen. Ik dacht, misschien wel handig om te weten. Ja, dat is eigenlijk het enige. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak de veelvraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer morgen bij een nieuwe video. Peace out.